En jij geniet zo van die kleine dingetjes. En dat inspireert anderen ook. En mij ook zeker. En ik zeg wel eens, het is niet alleen Matthijs heeft niet alleen MS. We hebben met z'n allen MS. Of je je niet te veel op voor mij, is die impact voor een gezond mens niet te groot? Heb jij niet liever een collega die wel alles kan doen? Ik ben Marjon en ik ben de schoonzus en vriendin van Joyce. En we kennen elkaar nu 10 jaar. Nou, ik heb begrepen dat Joyce mij een aantal vragen gaat stellen. En het zal waarschijnlijk een soort van gesprek tussen ons gaan worden. Diepgaande vragen, dus ik ben heel benieuwd. Wat spannend. Heel spannend. Dat zo'n gesprek met jou nog spannend kan zijn, maar... Nou, ik niet verwacht. Nee. We hebben nooit. Oké. Hoe heb je het moment ervaren dat je te horen kreeg dat ik de ziekte had? Ik weet nog dat ik moest huilen toen ik het hoorde. Wat is dit toch? En ik vond het heel moeilijk om te zien. Maar ik zag hoe je worstelde en ik dacht, jeetje. Vond je het raar dat ik het ook een beetje een opluchting vond? Dat ik een diagnose had gekregen, na alle onzekerheid? Nee, helemaal niet. Nee. Juist naar die onzekerheid. Ja. Want je weet ook gewoon waar je aan toe bent. Ja, en wat ik ook wel lastig vond, weet je, je hebt heel veel vragen. Maar je weet niet zo goed wat je kan vragen, hoe je het moet vragen, hoe je gaat reageren. Ja, dat vond ik ook wel heel erg lastig. We zagen elkaar natuurlijk ook vaak bij gelegenheden, bij een verjaardag of zo. En dan ga je ook niet even, hoe gaat het nu echt met je er even uitgebreid over hebben? Dat doe je niet. Nee. De eerste periode kon ik niks positiefs horen. Of had ik daar helemaal geen behoefte aan of helemaal geen zin in. Want er is niks positiefs. Ik vind het... Nee, maar ik vond je ook alleen maar zielig. Eerlijk gezegd. Ja, ik vond het zelf ook heel zielig. Maar als jij dan met hele positieve verhalen op me af was gekomen. Kom, we gaan dit en ach, kom op, kop op. Maar dan had ik wel wat prikkelbaar gereageerd, denk ik. Ja, dus het is precies, maar dat wist ik ook. Dat is ook lastig. Dat je moet het aanvoelen van elkaar. En ik denk dat je daarin dan open moet zijn. Dat je gewoon eerlijk moet toegeven van, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik nu moet zeggen. Of ik weet niet wat ik nu moet doen. Of... Ja, dat denk ik ook. En dat gewoon eerlijk zeggen, want dan... Ja, ik denk dat wij dat wel hebben gedaan. In het begin ging ik wel meer met jou mee, maar... Dat is ook wel een beetje een stukje onbekende. En voor mij ook wel denk ik een beetje een stukje angst. Van, hey, hoe gaat ze reageren? Mm-hmm. Dat vond ik best wel moeilijk om dan daarin wel open te zijn. Voorheen als ik dan een verjaardag had, vooral in het begin, dat ik zei van, nou, dan weet ik het wel weer morgen. En daar sta ik nu eens niet eens meer bij stil. Ik heb niet als ik naar een feestje ben van, nou, ik ben benieuwd hoe ik me morgen voel. Dat heb ik niet. Ik merk wel dat de omgeving dat wel heeft. Ja. Weet je, ik ben de hele avond als Joyce erbij geweest. En aan het eind van de verjaardag kreeg ik van iedereen schouderklopjes van, goh, wat goed dat je het zo lang hebt volgehouden. Dat was echt zo'n, even die stempel weer op mijn voorhoofd. Toen ik denk, joh, ik heb nergens last van op dit moment, dus laat mij lekker meedoen. En ga mij niet anders behandelen. En ga me zeker niet als ziek zijn behandelen, want ik zit hier nu net als jullie. We zijn hier niet om een liefdadigheidsproject uit te voeren voor mij of zo. Nee, en daarmee heb ik je wel zien worstelen inderdaad. Dat want je wilde eigenlijk wilde je het ergens wel zeggen, maar je wist ook niet zo goed hoe, want je wist ook dat het... Goed bedoeld was, dat is al zo lastig. Ja, hoe blaf je iemand af die het eigenlijk goed bedoelt? Ja, precies. Ja. Ja, dat is waar. En dat was precies jouw positieve, wat jij in je hebt. Ik ben Joyce en ik ben niet de MS-patiënt. Nee. Voor mij denk ik juist dat ik weet wat ik aan je heb. Ik wist ervoor, ik ben altijd een goede vriendin geweest, altijd mijn lieve schoonzusje geweest. Maar als je ziek bent en je hebt, dan is het fijn dat je weet op wie je aan kan. Ja. Hoe zie je onze toekomst? Heel zonnig. Beetje met je positiviteit weet ik gewoon dat je er komt. Je hebt een fantastische man naast je staan. Dus nee, ik zie het niet als iets engs of zo. Nee. Heel af en toe doe ik wel hoor, absoluut. Dan denk ik wel eens van oei. Hoe zal het over 10 jaar eruit zien? Maar... Het heeft geen zin om daar nu over na te denken. Ik ken die momenten ook. Van ja, toch? Angst. Ja. Maar dat hoort er ook bij. Je kan nog zelf zoveel doen. Het is gewoon zo zonde om altijd maar als slachtoffer te blijven zitten. Je mist zoveel. Ik hou van jou. Ik ook van jou.